Goedemorgen! Ik ben in Kopenhagen in een heel leuk hotel. Samen met Stephanie, waar ik een kamer mee deel vandaag. En Nicole en Sabrina. Nicole en Sabrina zijn geloof ik al wat dingen aan het schieten. En Stephanie en ik zijn ons lekker aan het klaarmaken, weet je, opmaken. Onze outfits aan het neerleggen en even doornemen wat het programma precies is. We zijn vandaag lekker vrij en morgen hebben we onder andere een show van Samsu en Samsu. Superleuk. Kijk, even kijken wat er allemaal ligt. Oh my god, meteen cadeaus. Wat is dit voor iets leuks? Aanstekers. Onze initialen. Girl! Oh, dat is leuk. Om die daar lekker mee aansteken. Hoe goed pas jij in deze setting? Ja, het matcht wel mooi, hè? Ja. De burgundy met roze. Ja. Onze kamer. En hier liggen allemaal lookjes die ik aan wil doen deze trip. Cool rippak. Nieuwe Samsu trui met slangenbroekje. Een pak met mijn nieuwe wandeltas. Zebra jurk. Nog meer slang. Hierachter ligt nog dat witte topshop pak. Een bloemenjurk. Dus van alles. We zijn er helemaal klaar voor, jongens. Look uno. Look dos. Steve en ik zitten in de auto. Ik heb net even snel foto's gemaakt. Ik zal ze even hier ergens delen ook. Ik in een pak met mijn nieuwe tasje van Wandler. Wat ik toch wel echt een kleine cutie vind. Ook past er echt precies niks in. Dat is toch jammer in mijn leven wel, hè? Dat is wel jammer. Ja. Maar hij is wel multifunctioneel. Want? Want het is een crossbody en het is een fanny pack. Precies. Je hebt wel staart die weggewerkt. Ja, er hangt al een hele lange draad ergens. Kijken we even wat we daarmee doen. Het lijkt al donker, maar het is pas 3 uur. Ja. We dachten, we schieten nog een lookje, maar we moeten even kijken of dat lukt. Er zijn wel veel mooie panden hier. Dat wel, inderdaad. En we gaan nu even naar een winkel die heet Holy Golightly. Dat is toch een artiest van uit de jaren something. Zo klinkt het ook wel. Ja. Het klinkt een beetje Dynasty-achtig, maar ik zou het eigenlijk niet weten. Heb jij ook Dynasty gekeken? Nee. Ik kwam wel eens bij de Septic toch een beetje als Bold and Beautiful. Je weet wel een beetje, maar ik heb nooit. Heb jij dat echt gekeken? Ja, er is nu een remake van. Die ben ik dus heb ik helemaal nu seizoen 1 van gekeken. Nou, daar gaan we dus heen, die winkel. Long story short. En daar hebben ze allerlei mooie merken. We willen even wat Scandinavisch design tot ons nemen. En misschien komen we nog wel iets tegen. Ik ben ook benieuwd of ze hier al sale hebben. We rijden nu ook een steeds leukere buurt in. Laten zien hoe alles hier in Kopenhagen keer 10 stijlvol is en echt zo inspirerend. Ze hebben hier dus roze keramieken stopcontacten. Dat heb ik nog nooit gezien en ik vind het zo mooi. Check dit. Hoezo hebben wij dit natuurlijk niet? Het is toch geweldig. Man. Oh, zo koud. Steve is een hele route voor ons aan het uitstippelen. Je kan dus allerlei extra spots, dat weten niet heel veel mensen. Toevoegen aan je map. Het niet. Het is fantastisch. Dan maakt hij dus een route voor je. Loving it. Echt heel handig. Waar gaan we allemaal heen dan, Steve? We gaan naar Lot 29. Dat is ook een hele leuke winkel. Ja. Met allemaal van die haarknipjes die je natuurlijk heel veel ziet in Kopenhagen. Ja. En we gaan naar Beaumarché en dat is een hele mooie interieurwinkel. En je kunt Doe er wijntjes drinken. I like it. Dus heel leuk. Oh, ook wel zin in. Ja, we lopen nu ook langs allerlei mooie galerieën. Ja, het is natuurlijk niet compleet zonder een bezoekje aan de Gunny Store. Even tijd voor een in-between shop snackje. We eten rice paper rolls, dus rijstnoedeltjes. Kun je heel makkelijk zelf ook maken met een rijstvel. En dan doe je gewoon rijstnoedels in. En dan bijvoorbeeld garnaal of tofu, omelet, kip. Dat soort dingen. Dan hoisinsaus, groenten, een beetje munt en basilicum. Sabrina en Nicole zijn weer in het hotel, dus we gaan lekker eten. Ik heb een zebra print top aan van Edited, geloof ik. Levi's jeans vintage die op maat is gemaakt. Een oude riem en ik dacht ik doe mijn haar even in een swoosh. Ik trek even droog shampoo in. Dus het blijft ook gewoon zo zitten. Dat is ook wel chill altijd. Over een paar dagen als ik weer in Nederland ben ga ik een stuk afknippen.
namelijk een beetje zo dit. Zin in. Ik zal even mijn make-up laten zien. Mijn same old roest tintjes. En een glowy huid. Nicole's vraag is, heeft iemand iets van Lovelier bij zich? Geef je aan wat de mensen hier zijn, hè? Ja. Ook heeft ze Fabulous Bontjas Oranje aan. Die... Nep, hè? Nep. Nep. Alles nep. Alles nep. Die niemand anders kan rocken. Mensen vinden jij wel leuk om te zien. Oh, toch fijn. Mensen? Fijn. Ik zal een keer... jongens, jullie kunnen de vraag stellen in de comments below. Ik ben het... Sorry. Ja, nu moet jij ook even springen. Nee, ik heb iets heel doms gedaan. Wat nou? Ik heb koud. Borstvergroting, denk ik. Borstvergroting. Borstvergroting. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben in Kopenhagen, superleuk. Sluit jij de vlog af? Sluit hem af. Oké, hi guys, superleuk dat je weer keek. Als je nog geen abonnee... Superleuk dat je weer keek. Als je wil abonneren, abonneer dan hier beneden. En blijf vooral kijken naar de volgende video, want het is vlogmas. Dus ik upload allerlei nieuwe video's. Ik zal ook die intro opnemen. Hi guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vlogmas. Ah, Virginia. Was op de kop, was op de troei.